ga nu door met deel 8 van Babyvestje Love zigzag chevronsteek, toer 15 en 16. Dus deel 8 gaat dit worden en we zijn geëindigd hier op het laatste met een stokje en ik ga nog heel even tellen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dus dit wordt toer 15. We beginnen met 3 lossen. En we keren weer het werk. We slaan 1 steek over. En ik ga even weer terugtellen vanuit de middelste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steken in de achterste lus. Dus we slaan 1 steek over. En dan gaan we 9 steken in de achterste lus maken. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes, zeven, acht, negen stokjes in de achterste lus en je krijgt ook zo'n mooi ribbeltje doordat je in de achterste lus insteekt, maar als je alle delen gevolgd hebt dan weet je dat. Dan ga je nu 3 stokjes in die volgende steek zetten en dan met 2 gewoon in 1 steek 3 stokjes en dan gaan we weer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stokjes maken in de achterste lus. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Zeven, acht, negen. We slaan 1, 2 steken weer over en weer 9 stokjes. 1 in de achterste lus. Kijk, en dan is dit ook de herhaling. 9 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 9 stokjes en weer 3 stokjes in de volgende steek. 1 2 3
En zo ga je de hele toer af en op het eind dan zie ik je weer terug. Einde van toer 15. Tot zo. We zijn nu bijna op het einde van de 15e toer en we gaan nu 3 stokjes in 1 steek zetten. Misschien ga ik ook wel erg snel, maar zet dan de afspeelsnelheid langzamer en zorg dat je, kijk, die vorige toer had de 5 stokjes in 1 steek en dat je dan op die 1, 2, op die derde zit, dus het middelste van die 5, dat je daar insteekt en dat je daar dan die 3 stokjes op zet. Dan gaan we nu 9 stokjes in de achterste lus zetten. En je kunt natuurlijk ook het kooppatroon bestellen via mail. Iedereen kan haken @hotmail.com en dan stuur ik je de bestelgegevens en dan kan je ook lekker haken. Ik geloof dat het in totaal 19 toeren zijn, het vestje. En we zijn nu bij toer 15, dus als je het fijner vindt om het patroon te bestellen, dan kan je lekker doorhaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de laatste zetten we op het stokje. De laatste steek van toer 15. En dit is toer 15. En dan gaan we nu naar toer 16 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan toer 16 en we gaan 3 lossen maken in toer 16, 3 lossen. En dan keren we weer het werk. Dan slaan we 1 steek over en dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes in de achterste lus maken in de 16e toer. Dus deze slaan we over en we gaan 9 stokjes in de achterste lus maken. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan gaan we 5 stokjes in 1 steek maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan weer 9 stokjes in de achterste lus.
dan gaan we 2 steken overslaan, 1, 2 en ik doe het vrij snel natuurlijk nu, maar je kan de afspeelsnelheid langzamer zetten en gewoon lekker op je gemak haken. Het is wel zo, heb je het allemaal door, dan ben je heel snel een eindje weg, maar het wordt wel heel schattig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 5 in 1 steek. In de volgende steek weer 5 stokjes. Zo, en de herhaling is dus 9, 2 overslaan, weer 9 in de achterste lus en 5 stokjes in de bovenste punten. En dan zie ik je op het einde van toer 16, dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! We zijn nu op het de laatste bovenste punt van de 16e toer. Daar gaan we 5 stokjes in maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we weer 9 stokjes in de achterste lus maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en in het laatste stokje zetten we een gewoon stokje. En dit was toer 16 en even kijken, dit was deel 8 van toer, dus toer 15 en 16 van het babyvestje zigzag. Ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog, abonneren, hieronder op klikken op mijn haakkanaal en dan gaan we de volgende week weer verder met deel 9 en dan zie ik je graag weer terug en dankjewel voor het kijken. Tot ziens, dag!